2012 is een bijzonder jaar. Trouwens, ieder jaar is een bijzonder jaar, maar 2012 een heel bijzonder jaar. Olympische Spelen. De NK, 101 jaar oud. Martin Toonder, 100 jaar geleden geboren. Maar voor ons Arnhemmers, het stond meer dan levensgroot in de Gelderlanden afgelopen week. Onze enige echte Koen de Koning. En wij zijn erin geslaagd om de enige echte kleinzoon. Heeft hij er meer trouwens? Hij heeft meer kleinzoon, ja. Daaronder zit een knopje. Ik ben niet de enige echte. Ik ben één van de kleinzonen van Koen de Koning. Er is zelfs een kleinzoon die Koen de Koning heet. Dus wat dat betreft, ja. Maar dat is verwarrend, hè? Dat is verwarrend, ja. Dus, En u heet, Koen de Koning staat hier. Nee, toen. Koen Rams. Oh, sorry. Mijn moeder was een de koning, was een dochter van Koen. En ik ben daar de zoon van. Dus de kleinzoon. Oké, ik zou zeggen, het woord en het scherm en de verhalen en de warme oortjes zijn voor u. Geweldig. Ik hoop toch u in 10 minuten even mee te nemen in het... Mag best langer hoor. In het leven van... Ik snap niet hoe het kan, maar het is, we zitten nou op scherm. Ik begrijp dat ik op sommige dingen iets langer mag uitweiden. Maar dit artikel stond 100 jaar geleden op 8 februari in de Arnhemse Courant. En daarin stond dat Koen de Koning uit Arnhem de Elfstedentocht had gewonnen. Tweede was Jan Ferwerda en er stond ook nog bij dat hij 's avonds zou aankomen op het station. En het mooiste is, wie is nou die Koen de Koning? En wat heeft hij nou met Arnhem te maken? Nou, ik kan het u even uitleggen. Koen kwam uit een gezin van maar liefst 11 kinderen, 7 jongens, 4 meisjes. En Koen is op deze foto in 1901 21 jaar oud. Het mooiste is, zijn vader Jacobus was aannemer, stucadoor, metselaar. En zoals in die tijd heel gebruikelijk, ging de hele club, Koen Inkluis, werken in het bedrijf van pa. En dat was in Edam. Hij is in Edam geboren op 30 maart 1879. Het mooiste is, hij woonde in Edam en uit zijn eigen verhalen weten we dat hij al vroeg als jongen, op 10-jarige leeftijd met zijn vader mee mocht van Edam naar Horen op de schaats. En dat hij in diezelfde periode, want dat is toevallig zo'n beetje een serie strenge winters achter elkaar, dat hij ook regelmatig naar Monnikendam, waar familie woonde, maar ook naar Amsterdam reed, via Burgerdam. En het mooie is, ik heb expres gezorgd voor een plaatje uit die tijd, het waterrijke gebied rondom Edam, was eigenlijk een kweekplaats, een broedplaats voor nogal wat schaatstalent. En dan komen we eigenlijk terecht op een verhaal wat in Koen's leven een hele belangrijke rol speelt. In 1901 namelijk was Jan Banning, een plaatsgenoot van Koen, was kampioen van Nederland geworden. En er werd een wedstrijd georganiseerd. En Koen mocht tegen Jan Banning rijden. En tijdens de wedstrijd vond hij het wel heel fair van Jan dat hij zo dicht bij hem mocht blijven en dat Jan inhield voor hem. Alleen wat hij niet wist, en dat hoorde zijn vader 's avonds, Jan had zich de longen uit het lijf moeten schaatsen om Koen voor te blijven. Daarom, en daar zijn deze medailles een voorbeeld van, Koen die wordt meegenomen naar het kampioenschap van Noord-Holland. En die denkt, nou, ik mag gaan kijken naar Jan Banning. Maar die wist niet dat ze hem ook als rijder hadden ingeschreven. En nou, hier hangen 3 medailles voor de tweede plaats. Hij werd ook inderdaad, weliswaar eerst onder protest, maar uiteindelijk heeft hij dan toch geaccepteerd dat hij moest schaatsen. Hij werd inderdaad op alle afstanden tweede, achter Jan Banning. En op de 3 kilometer heeft hij zich zelfs ingehouden om Jan niet te schande te maken. Het leven van Koen bestaat uit nogal wat conflicten. En als we even hier gaan kijken, dan komen we terecht op een schaatswedstrijd in 1902. En ik moet er toch even wat aan toevoegen. We zijn hier toch bij een historische herberg. Koen was stucadoor. En het was heel gebruikelijk dat de mannen voordat ze 's morgens vroeg om 5, 6 uur, afhankelijk van het licht,
naar hun werk gingen, dus eerst een borrel gingen halen. En vervolgens tijdens de pauzes nog wel een aantal keren dobbelden bijvoorbeeld om borrels. En pruimtebak was ook heel normaal. Nou, Koen die had in 1901 van Jan Banning het advies gekregen, als je schaatser wil worden, moet je het vooral goed doen. Dan moet je dus niet meer roken en drinken. Dus hij dronk niet meer. Dat was al heel wat. En tegelijkertijd, hij deed ook niks meer met pruimtebak. Hij had een benenknoop en die stopte niet in zijn mond om toch in ieder geval iets te hebben wat hem bezig kon houden. Maar op dit kampioenschap van Groningen, en dat is een hele historische gebeurtenis, probeert hij na afloop van de wedstrijd, hij was tweede geworden, probeert hij van de kampioen de schaatsen te bekijken. En ik geef gelijk antwoord op een vraag die een meneer daar straks stelde aan anderen. Het waren Hagen-schaatsen uit Noorwegen, echte Noorse schaatsen. En hij wilde die bekijken en die mocht hij niet bekijken, want die werden pruks uit zijn handen getrokken. En hij had zelf een paar tweedehandse Nooren. En daar had de plaatselijke schoenmaker had daar wat schoenen op gefabriceerd. En een van de andere deelnemers die bekijkt die schoenen en die zegt, wat zijn dat voor prullen? Maar het krijgt een staartje. In die tijd was er een tijdschrift en dat heette Sport in Beeld. En in Sport in Beeld laat een van de deelnemers laat optekenen van elk jaar stuurt de KNSB een aantal mensen naar Davos om te mogen trainen voor schaatsen. En wie sturen ze daar nou niet naartoe? Dat is Koen de Koning. Koen hoort daar thuis, want in Koen zie ik een wereldkampioen. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Koen wordt uitgenodigd op het kantoor van de voorzitter van de KNSB. Krijgt twee paar gloednieuwe schaatsen. In die tijd een vermogen waard. Wordt in de trein gezet met een pak Duitse marken en Zwitserse francs. Met een briefje erbij welk hotel dat hij in Davos mocht verblijven en werd op reis gestuurd. Aan de Zwitserse grens, Duits-Zwitserse grens, overleeft hij nog een hachelijk avontuur, want wat blijkt, de douaniers ontdekken in zijn bagage twee splinternieuwe paren schaatsen en denken dat hij die schaatsen wil smokkelen. Gelukkig is er een handelsreis, want Koen spreekt geen woord Duits, geen woord Frans, niks van over de grens. Koen die krijgt plotseling hulp van een Nederlandse handelsreiziger die keurig kan uitleggen dat hij gaat trainen in Davos, dat hij die twee schaatsen mee heeft gekregen, dat ze nieuw zijn en dat hij daar naartoe moet. Hij komt terecht in Davos, prachtig hotel, moderne wintersportplaats, moet rekenen in die tijd ging niet iedereen op wintersport, wie op wintersport ging had geld of had een titel. Hij komt in een prachtig hotel en neemt zijn taak wel heel serieus. 'S Ochtends op tijd op, 's middags helpen bij het verzorgen van de baan, 's ochtends trainen, 's middags trainen. 'S Avonds gaat hij af en toe nog eens een keer een kop koffie ergens halen. Maakt daar kennis met wat later in zijn leven toch een heel belangrijk echtpaar zou zijn. Het echtpaar van Koehoorn van Sminia, Friese landadel, die hem zich eigenlijk een beetje over hem ontfermen. En vervolgens traint hij daar. En nu komen we eigenlijk terecht langzamerhand op een hele belangrijke zaak. Want Koen die doet mee aan wat toen nog internationale wedstrijden heette en tegenwoordig Europees kampioenschap. En Koen wordt in dat jaar, in 1903, wordt hij tweede op het Europees kampioenschap achter de Noor Gunnarsen. Hij wint als ereprijs een prachtig horloge. En tegelijkertijd, omdat hij tweede was geworden, moest hij ook meedoen aan het banket. En nu komt de familie van Koehoorn van Sminia weer. Een eenvoudige stucadoorszoon die gewend was met de pannen op tafel te eten, moet plotseling aanschuiven aan een banket waar alleen maar adel zit en alle bobo's van de toenmalige internationale schaatsunie. Dus wat doet hij? Hij kijkt alles af van zijn tafeldame, want ze hadden het zodanig georganiseerd dat mevrouw van Koehoorn van Sminia zijn tafeldame was. En hij vertelt heel smakelijk over het feit dat de soep in pannetjes werd opgediend. En dat als hij niets had gezien, het pannetje gewoon had opengetrokken en keurig met een lepel was gaan leeglepelen. Terwijl het dus eigenlijk de bedoeling was dat je dat pannetje daarna in je bord leeggoot en dat je dan pas ging eten. Dus nou, dat was in ieder geval een zaak. Maar het leuke is, in datzelfde jaar komt hij terug in Nederland en wint hij ook het Nederlands kampioenschap. Het horloge had hij gewonnen in Davos. Hij zou twee van die afzichtelijke grote kandelaren krijgen met allemaal vleugels uit die beroemde Art Deco tijd.
En hij vraagt aan het bestuur van jongens, mag ik daar in plaats daarvan een gouden horlogeketting? Nou, dat wordt toegestaan. Dus Koen is nu het mannetje, want heeft een gouden zakhorloge. En dat was in die tijd iets bijzonders. 1904 gaat hij weer terug. Dit keer ook met schaatser Bauma, waarmee u hem hier op een foto ziet. En ook daar weer wordt hij tweede in het Europees kampioenschap en verder niets. Want er was geen Nederlands kampioenschap en was geen natuurreis. Nou, degene met de medailles is Koen. En degene zonder de medailles is Bauma. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, dat is een beetje de sfeer van de tijd. In die tijd was het heel gebruikelijk dat je dus dit soort foto's liet maken. Mooie is, we komen in 1905 en dat wordt een heel belangrijk jaar. Koen is aan het trainen in Davos en krijgt plotseling ineens te horen een telegram. Je moet terug. In Groningen wordt een wereldkampioenschap georganiseerd. Het was gaan vriezen in Nederland, toen weer gaan dooien, vervolgens weer gaan vriezen. En hupsakee, waar kennen we dat van, nietwaar? En plotseling ineens, Koen die reist dus terug en komt dus terecht in een wereldkampioenschap. Overigens zeer minimaal bezet met 4 personen. 1 Noor, Koen en 2 Nederlanders. Maar dat, zo ging dat in die tijd. En zeker als een land het moest, hoe heet dat, moest organiseren. Waar eigenlijk geen ijs lag, zeg maar. Omdat het de temperaturen ook rechtvaardigde. Nee, Nederland had een zeeklimaat. Dat was dus afhankelijk van of echt ijs lag. Hij wordt in ieder geval wereldkampioen. En wat het waard is, laat ik graag nu over. Hij werd in ieder geval wereldkampioen. Won 3 afstanden. Want dat was reglementair toen in die tijd wel heel belangrijk. Je moest tenminste 3 afstanden van de 4 winnen. Wilde je ook werkelijk wereldkampioen zijn en worden. Hij verloor de 500 meter aan de Noor. En vervolgens won hij de andere 3 afstanden. In datzelfde jaar, of liever gezegd, de dag daarop. Hij had zich 's nachts kunnen ontworstelen aan een stel Groninger studenten die zijn wereldkampioenschap uitgebreid wilden vieren met de nodige drank en andere zaken. Ik heb begrepen dat de fuchsia in de hoek van de preses van de studentenvereniging zat was van de wijn die hij daar ingegoten had. De volgende dag moest hij zich melden op het Nederlands kampioenschap in Deventer. En ik laat u deze foto even zien, omdat, en dat zien we vaker bij sporttrofeeën, de medailles van Koen zijn gedragen als medaille, of liever gezegd als medaillon door mijn moeder. Dit is het medaillon dat mijn moeder jaren heeft gedragen en dat was gewoon gemaakt van een medaille van Koen. Hij wordt ook hier Nederlands kampioen, hè, voor de tweede keer. Dan 1906. Heel belangrijk jaar. Hij wordt tweede bij de Europese kampioenschappen, weer achter de Noor Goodenson. Maar nu wordt hem gevraagd om een aanval te doen op het werelduurrecord van de Engelsman Edgington. En het lukt hem, want hij verbetert het wereldrecord met ruim 1,5 kilometer. Hij rijdt dus in 1 uur 1,5 kilometer sneller, bijna 1,5 kilometer sneller dan Edgington gedaan had. En dit wereldrecord zal heel lang in zijn bezit blijven, werelduurrecord. Het is een opmerkelijke prestatie. En nou goed, die spreekt nog steeds, denk ik, boekdelen. Ik laat u dit plaatje heel even zien, om ook te laten zien. Vlak daarna ging hij naar Boedapest, naar internationale wedstrijden. Dat de prijzen niet alleen bestonden uit medailles, maar vaak ook uit gebruiksvoorwerpen en zaken die je goed kon gebruiken. Een horloge, een mokka-stel. En het leuke is, een van zijn collega's schaatsrijders, die heeft links nog een soort spotprint van hem gemaakt. Maar het mooiste is dat die plaats u waarschijnlijk allemaal nog zult herkennen als u schaatsliefhebber bent. Want een paar weken geleden is op diezelfde plek het Europees kampioenschap schaatsen gehouden. En dan komen we in 1912 terecht. Ik heb mijn rondje even afgemaakt. Koen woont inmiddels in Arnhem. Heeft 2 kinderen. Is getrouwd. Heeft eigenlijk zijn sportloopbaan moeten opgeven omdat hij in 1907 bij het huwelijk aan zijn vrouw heeft beloofd dat hij zal afzien van heel inspannende dingen, maar blijft wel in training. En op het Nederlands kampioenschap wordt hij weer eerste op alle 4 de afstanden. En het mooiste van alles is, en daarom heb ik boven die 2 medailles laten zien, om te laten zien dat het Koninklijk Huis altijd heel veel belangstelling heeft gehad voor de schaatsport. Koningin Wilhelmina had een eremedaille ter beschikking gesteld voor de winnaar. En ook die zit in de prijzencollectie van Koen. En dan komen we uiteindelijk terecht bij datgene wat Koen bindt met Arnhem. En dat is dat hij in 1912
een telegram krijgt van Jonkheer van Koeran van Sminia met de mededeling van Koen, luister eens, er is een Elfstedentocht, kom je hier naartoe. Hij stapt in de trein, rijdt naar Leeuwarden, weet niet eens wat hij moet gaan doen daar, neemt zijn schaatsstrico mee en kruipt in bed en de volgende ochtend wordt hij op tijd wakker gemaakt, komt in een zaal terecht waar de mededeling wordt gedaan, het spijt ons verschrikkelijk, jongens, je moet kiezen. Het is aan dooien, je kunt nog schaatsen, maar we laten het even aan jullie over. En alle wedstrijdrijders die moeten stemmen. En uiteindelijk stemmen ze met z'n allen, prima, wedstrijd gaat door. Alleen het probleem is, ze staan dan af en toe tot hun enkels in het water. Want inmiddels staat het water op het ijs. Koen schaatst en weet al vrij snel de koppositie te nemen samen met de rijder Keizer in Harlingen. En tussen Harlingen en Bolzwart gaat het iets minder, want Koen rijdt alleen maar in een tricot, rijdt in het water, ja, is niet gewend aan zo lang in zulke koude omstandigheden te rijden. En tussen Bolzwart en Workum ziet hij werkelijk zwarte sneeuw. Blijft Keizer volgen en in Workum stoppen ze om wat te eten en wat te drinken. En als dan twee andere achterblijvers ook nog naderbij komen en ook binnenkomen en hij eigenlijk denkt van nou gaat Keizer wel opstappen, blijft Keizer gewoon zitten. Nou en dan schrijft hij ook van nou dat was eigenlijk mijn redding. Tussen Workum en Staveren gaat het nog niet al te best, maar hij neemt, als hij overneemt laat hij altijd wel even tempo een beetje zakken. En uiteindelijk belanden ze bij Galmerdamme. En als we Galmerdamme, iedereen die dat weet waar Galmerdamme ligt, dat ligt hier ongeveer. En daar staan ze ongeveer tot aan hun knieën in het water, omdat er alvast een molenaar begonnen is om het gemaal aan te zetten. Daar krijgt een van de vier mensen, Zwierstra, krijgt last van zijn schaatsen. En ze schaatsen met z'n drieën door tot Balk. En ja, iedereen die nu de afgelopen tijd de zaken gevolgd heeft, weet waar Balk ligt. En vervolgens gaan ze het Slotermeer op. Maar de twee Friezen die overgebleven zijn, die vertrouwt Koen niet zo. Die praten in het Fries en die smoezen een beetje achter zijn rug. En uiteindelijk, als ze vlak bij Sloten zijn, zegt een van die twee, Keizer, die zegt, mag ik voorop rijden? Want mijn meisje komt uit Sloten en als mijn vrouw is het toch wel prettig als ik mag komen. En in Sloten, en daarom heb ik daar dat hele kleine schaartje gezet, komt Koen iets tot ontdekking wat hem niet echt gunstig stemt. En dat is namelijk dat de eerst aankomende in Sloten een klein zilveren schaartje zou krijgen. En hij is zo achterdochtig geweest dat hij dus heel kort achter Keizer is blijven rijden. Hij liet hem eigenlijk zijn lijf niet los, schrijft hij letterlijk. En het mooiste is, die burgemeester die zegt, ja jongens, jullie waren zo dicht bij elkaar, jullie krijgen er alle drie heen. Nou, dat was gelukkig heel geluk bij een ongeluk, maar een stukje al vanaf Balk was iemand met hem meegeschaatst en die schaatste ook weer mee terug. En dat bleek een goede schaatser te zijn. En Koen die zegt, van goh, luister eens, ken jij hier de weg? Hij zegt, die man, ik ben schipper. Hij zegt, kun je mij naar Leeuwarden brengen? Ja, prima, je moet rekenen, in die tijd stonden er dus niet van die mooie bordjes, hè, en prachtige verlichting. Ik bedoel, je moest jezelf je weg maar zien te zoeken. En Koen die schaatst door en die ziet dat die vent aardig kan schaatsen. Die zegt tegen hem, nou, tegen die andere twee zegt, want hij had de schipper gevraagd wat kost dat. Als die schipper 2,5 euro of 2,5 gulden, dan breng je daar. In die tijd trouwens een behoorlijk bedrag. Nou, ze Koen, prima. Hij zegt, jongens, doen jullie mee? Nee, zei die mannen, wij kennen hier de weg, wij zijn Friezen. Nou, Koen, rij jij maar en ik rij wel achter je aan. Dus hij heeft er flink de sokken in gezet en die schaatser, die klinkhamer, die beurtschipper, die kon behoorlijk goed schaatsen. Dus Koen zegt van, nou prima, ik er achteraan. En die andere twee, die dachten dat ze de afspraak hadden gemaakt van, we blijven bij elkaar totdat we aan de meet kunnen strijden voor de zegen. Maar goed, Koen ging er vandoor. En uiteindelijk volgt er een hele achtervolging waarbij in Sneek een van de twee achtervolgers Verbeda hem inderdaad weet in te halen. Maar die had zoveel gegeven dat hij dus op het stuk tussen Sneek en Leeuwarden toch van die inspanningen eigenlijk de prijs moest betalen. En Koen rijdt gewoon naar Leeuwarden en wint. Alleen dat krijgt een staartje. Er wordt een protest ingediend. Koen zou zich hebben laten trekken door de schipper. En uiteindelijk weigert hij bij de prijsuitreiking om zijn prijs in ontvangst te nemen. En hij zegt van nou spijt me, ik heb een hele prijzenkast vol met prachtige medailles en bekers en alles wat ik heb. Op geen enkele rust, maar ook enige smet. En ik wil niet iets in mijn prijzenkast hebben waar smet op rust.
Zoeken jullie eerst maar uit wat er aan de hand is. Zoeken jullie maar uit of ik inderdaad onreglementair heb gehandeld. En als ik dat niet heb gedaan, dan wil ik het hebben en anders niet. Maar ik wil ook gerehabiliteerd worden. En dat is een half jaar later ook echt gebeurd. En uiteindelijk heeft hij dan in 1912 dat gewonnen. Dan gaan we verder, want het krijgt nog een beetje een staartje, dit verhaal. En daarom is Arnhem zo belangrijk, want Koen die zit in de trein op terugweg van Arnhem, of van Leeuwarden, komt in Zutphen en daar stappen plotseling een aantal mensen in. En hij was een beetje ingedommeld, want ja goed, ik bedoel, 200 kilometer op een schaats gaat niet in je koude kleren zitten. En plotseling ineens blijkt dat daar zijn vader en zijn buurman, of zijn bovenbuurman zitten. Hij woonde in die tijd in de Jacob Kremerstraat en dat is hier vlakbij. Tenminste, heb ik me laten vertellen, u weet dat zeker. En hij komt uit die trein, nou en dan begint er iets wat hij eigenlijk in zijn grootste dromen niet had mogen doen. Het feit was namelijk, hij wordt ontvangen, hij geeft aan van ik in mijn tocht van het perron naar het stationsgebouw, naar de wachtkamer van de tweede klasse, die had je in die tijd nog, weet ik zeker dat mijn voeten de grond niet aangeraakt hebben. Dus hij is op schouders genomen, hij mocht zelfs zijn spullen niet eens pakken. Hij kreeg in het stationsgebouw kreeg hij twee grote kransen om zijn nek. Hij werd toegesproken door de loco-burgemeester, want de burgemeester kon er zelf niet bij zijn. Er waren heel veel mensen aanwezig en het was gewoon geweldig. Buiten het station staan een paar rijtuigen, een harmoniegezelschap of in ieder geval een muziekgezelschap. Koen wordt ingeladen, wordt meegenomen en wordt de hele stad doorgetrokken. Dan heb ik begrepen dat Arnhem in die tijd niet, tenminste het centrum van Arnhem, nog redelijk overzichtelijk was. In ieder geval een tijdje later komt hij inderdaad terecht bij de Jacob Kremerstraat. Muziekgezelschap voorop, iedereen liep wat na. Hier op deze hoek schijnt hij gewoon te hebben. Ik moet het heel eerlijk zeggen, het is mij verteld. Want ik kan niet uit alles terugvinden wat er precies gebeurd is. Maar het hele huis was versierd met vetpotten. Met spandoeken. Met allerlei zaken die daar omheen hingen. En in zijn memoires schrijft hij dan ook van, nou, het was gewoon geweldig. Ik heb een ontvangst gekregen, een koning waardig. En als hij dan uiteindelijk in huis komt en de mensen keurig netjes op de stoep nog even heeft bedankt, krijgt hij, zegt hij tegen zijn vrouw van, goh, luister eens, heb je nog wat te drinken? Nou, zegt zijn vrouw, ik zal wel wat inschenken. En wat blijkt, tot zijn verrassing ziet hij dat zijn vrouw champagne aan het schenken is aan de loco-burgemeester, aan de mensen van de sportverenigingen. Hij vraagt op dat moment niks, maar als ze s'avonds in bed liggen, zegt hij van, goh, waar komt die champagne vandaan? Nou, zegt zijn vrouw, die heb jij gekregen van je baas, jongen. Jij bent vertegenwoordiger in autobanden, en of tenminste in banden. En jouw baas heeft gewoon een kratje met 24 flessen champagne. En toen jij zei van, nou, schenk ze wat, heb ik ze wat geschonken. En dan komt deze ring nog tevoorschijn. Ik heb hem toevallig aan. Ik heb hem nog bij me. Hij gaat ook straks naar... zijn prijzencollectie is in Edam tentoongesteld. Maar nog niet alles is er. En dit is een van de onderdelen die er ook nog naartoe gaat. Dus als u hem een keer wilt bekijken in Edam in het oude gemeentehuis, kunt u het zien. Deze ring krijgt hij ook nog van zijn baas. Die was zo trots op hem. Dat hij dus inderdaad zegt van, Koen, geweldig jongen. Goed gedaan, dit is het. Draag die ring met ere. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft deze ring de hele tijd gedragen. Ik heb hem expres voor mijn trouwring gestopt. Want ik dacht dat ik al dikke vingers had. Maar kennelijk had mijn opa nog dikkere vingers. Maar in ieder geval, u kunt hem zien, deze ring heeft hij gekregen. En dan gaan we nog even de zaak verder afwerken. 1917. Koen is op weg naar Veendam, waar het Nederlands kampioenschap zal worden verreden. En onderweg stopt hij in Leeuwarden. En daar komt meester Hepkema en meester van Koerhoorn van Sminia, die komen hem tegemoet en die zeggen, Koen, ja, luister eens, jij komt toch aan de LST-tocht deelnemen, hè? Bleken die twee wedstrijden op dezelfde dag te zijn. Koen zegt, nou, ik heb eigenlijk geen zin in, want ik wil toch naar het Nederlands kampioenschap, want ik wil toch nog een keer voor de vierde keer Nederlands kampioen worden. Hij zegt, Koen, maar Verwe daar doet mee. De man die hem in de tijd beschuldigd had van valsspelen. Op dat moment zegt hij, nou, prima jongens, ik stop. Ik schrijf hem maar in.
En de volgende dag spreekt hij, of liever zegt de volgende ochtend, loopt hij naar de start. En hij spreekt de legendarische woorden tegen Verwerda, die daar in een groepje apart stonden, van joh, daar kunnen vandaag twee dingen gebeuren. Of Koen wordt de eerste, of de koning wordt eerst. Of je kunt een doodskist voor hem bestellen, maar tussenwegen zijn er niet. Hij stapt op het ijs en ja, het zat diep. En dat realiseer ik me heel goed. Onrecht, en dat is iets wat ook in mij zit. Ik merk heel veel dat ik toch wel een aantal dingen van mijn opa geërfd heb. Daar kunnen we niet zo goed tegen. En hij zeker niet. En hij is op het ijs gestapt, is naar Dokkum gereden, want in die tijd reden ze van boven en dan terug naar beneden. Is naar Dokkum gereden, heeft terug op de terugweg is hij de club tegengekomen die achter hem aan zat. Eén man kon hem volgen, dat was Sjoerd Zwierstra. In Leeuwarden heeft hij gezegd, Sjoerd, rij jij nou je eigen tempo, want jouw streken zijn mij iets te kort. Hij geeft gas en heeft dus alles bij elkaar 170 kilometer alleen gereden. En had maar één doel, alleen aankomen en bewijzen dat ik deze tocht in mijn eentje ook kan doen zonder dat ik hulp nodig heb. En dat is inderdaad gebeurd. Hij is aangekomen en won voor de tweede keer de Elfstedentocht met alles erop en eraan. En tenslotte moet ik nog één ding zeggen. Mijn opa is sportman gebleven in hart en nieren. Alleen in 1918, want toen hij de Elfstedentocht voor de tweede keer gewonnen had, was het zelfs zo dat als hij zich meldde bij wedstrijden, dat mensen niet tegen hem wilden rijden en eisten dat hij niet werd ingeschreven als rijder. In 1918 heeft de KNSB een regel aangenomen waarbij stond dat iemand die een wedstrijd van hogere rang had gewonnen, niet mocht deelnemen aan een wedstrijd van lagere rang. En aangezien Koen wereldkampioen was geweest, betekende dat hij alleen nog maar op wereldkampioenschappen mocht uitkomen. En op een wereldkampioenschap uitkomen kan alleen maar als je landelijk kampioen bent of als je geselecteerd bent. Nou, dat heeft hem altijd heel dwars gezeten. Hij is gestopt met schaatsen, heeft zijn leven lang nog heel veel gedaan. Mijn oude schaatstrainer heeft me zelfs voorgehouden dat Koen al op hoge leeftijd had een aantal jongens die dan onder zijn leiding trainden. En dan lag er ijs en dan kwam Koen met zijn schaatsen op het ijs en zei: en mannen, hebben jullie allemaal getraind? Maar allemaal getraind, geweldig. Nou jongens, dan gaan we beginnen. En dat is er dan allemaal even afreed. En want die jongens hadden natuurlijk gerookt, gedronken en noem maar op. Nou, Koen heeft dat in zijn hele sportcarrière niet gedaan, daarna ook niet. Deze foto is gemaakt in 1954 tijdens de Elfstedentocht die Jean van den Berg won. Op de radio heeft hij zelfs Jean van den Berg nog mogen gelukwensen. Er was een radiowagen aanwezig voor mijn ouderlijk huis, want Koen verbleef toen ondertussen in het ouderlijk huis van mijn ouders. En vervolgens, wat we nu weten is dat het ook zijn sterfbed was, hij had longkanker en is in juli van dat jaar overleden. En in augustus ben ik geboren, dus ik heb mijn opa nooit gekend. Maar door alle verhalen die hij geschreven heeft en die ik een paar jaar geleden in een klein boekje heb uitgegeven, maar het boekje is niet meer verkrijgbaar, want het was binnen twee weken uitverkocht, staan alle memoires in die hij heeft gehad. Ik hoop u toch een beetje een beeld te hebben kunnen schetsen van Koen de Koning en zijn Arnhemse connectie. Ik ben ook één ding vergeten te vertellen. Zijn oudste dochter, niet zijn oudste zoon, zijn oudste dochter is geboren in Arnhem. En dat was het. Dank u wel. Ik ben niet alleen, ook namens alle mensen die hier zitten, diep onder de indruk van dit verhaal. Zo goed als jouw opa kon schaatsen, zo kun jij vertellen, zou ik zeggen. Ik weet niet of je ook kunt schaatsen eigenlijk. Nee, ja goed, om het eerst even te reageren. Mijn moeder zei altijd, als Touwe doodgaat, krijg jij zijn petje. Dus waarschijnlijk zal dat ook wel zo zijn. Ja, dat wou ik niet zeggen, maar. Maar in ieder geval, ik kan schaatsen. Ik schaats ook heel graag. Alleen het punt is, ik heb geen startbewijs voor de Elfstedentocht helaas. En eerlijk gezegd moet ik ook zeggen dat ik op dit moment niet de conditie zou hebben om hem uit te rijden. En dan zou ik het ook heel vervelend vinden als ik dan wel een plaats zou claimen. Dus vandaar. Heel goed. Hoorde ik nou goed, Koen, dat er in die koproep behalve de koning ook een keizer reed? Ja. En ook nog misschien een admiraal? Ja. Nee, want Popla kenden ze toen nog niet. Oké. Okay. Maar nee. Helaas moet ik zeggen, nee, keizer, Zwierstra en Verwerda. Dus Verwerda en keizer hebben uiteindelijk toch in Sloten alleen nog maar het achterwerk kunnen zien. En hij is gewoon tussen gegaan. Oké.
Nou, tot slot, voordat ik nog iemand anders het woord geef. Je opa heeft veel onrecht meegemaakt. Ja, alleen wat er deze week in de krant stond, dat wil ik toch even tegenspreken. En die journalist wil ik graag nog wel even wijzen op het feit dat hij zijn bronnen eens goed moet controleren. Tijdens het urenkor poging van, Marius Strijbis staat dat hij hem tegengehouden heeft. Nou, ik heb voldoende bewijs om te bewijzen dat dat niet zo is. En ik kan me dat ook niet voorstellen van de man die ik heb leren kennen vanuit alles wat ik hier voor me heb liggen. Nou, nee, ik geloof je op je woord. Kan je geen bron aangeven, ik geloof je op je woord. Nou, misschien toch een hele geruststelling dat Arnhem toch uiteindelijk nog een straat naar je opa heeft genoemd. En dan geef ik nu het woord aan de Koningsstraat. Dag, ik ben Harry Popken, en de programmamanager sport van de gemeente Arnhem. We hebben vanmiddag op Tialf, waar Koen ook lid is geweest, hebben wij een Koen de Koning Memorial tocht voor de jeugd georganiseerd. Het is prachtig dat het zulke Elfsteden weer is. We hebben er echt mooi gebruik van kunnen maken. Ik vond het ook een prachtig verhaal. Hij komt helemaal uit Maasbracht, dus het is ook wel... ik ben blij dat hij gewoon ook de tijd heeft gekregen om zijn verhaal echt goed te vertellen. En ik heb nog een plaatje wat jou misschien wel bekend voor zal komen. Arnhem is ook een beetje van de cultuur, dus we hebben er een kunstenaar op losgelaten. Dit is geweldig. Het feit is, deze foto heb ik niet... ik kan hem beter in het licht laten zien. Deze foto heb ik niet laten zien, maar ik heb hem wel in mijn collectie. Omdat hij heel ernstig beschadigd is. Maar inderdaad, hier zie je dus Koen met zijn voltallige prijzencollectie. Maar een deel is bewaard gebleven, de rest is allemaal onder familieleden en noem maar op verspreid geraakt. Maar goed, zoals ik al gezegd heb, in Edam kunt u dat zien. Geweldig, ik ben er heel erg kenbaar voor. Omdat we toch historisch bezig zijn, hebben we ook nog wat sporthistorie van Arnhem. Dus 200 jaar sporthistorie. Oh. Komt Koen ook in voor, dus dat is misschien... Geweldig. We konden nog ergens een doosje bemachtigen. We dachten dat we de laatste al hadden weggegeven, maar we hebben gelukkig nog een doosje kunnen krijgen. Geweldig. Dus hartelijk dank. En het is, je hoort het weer. Ja, dames en heren, wij wonen niet in de eerste, de beste gemeente. Het filmpje komt ook nog. U mag inmiddels de zaal verlaten. We zijn nu over zevenen. Maar er komt nog één filmpje en dan is het echt afgelopen. Beste Koen Rams, goede avond. 100 jaar geleden, op 7 februari 1912, won jouw grootvader Koen de Koning de Elfstedentocht zonder klapschaatsen. En dat deed hij in een tijd van 11 uur en 40 minuten. En wat deed hij 5 jaar later? Toen won hij hem gewoon nog een keer in 1917. Toen zelfs in een tijd minder dan 10 uur. En ook dat was zonder klapschaatsen. Een geweldige prestatie. Twee andere Nederlanders deden hem dat maar na. Evert van Bentum, die kennen we allemaal, en meneer Adema, die deed dat in 40 en 41. Maar dat maakt jouw grootvader Koen de Koning tot een sporticoon voor Nederland. En wij zijn er natuurlijk met elkaar hartstikke trots op dat hij uit Arnhem kwam. En daar op 10 februari ook massaal gehuldigd werd door menigte die spontaan bij elkaar was gekomen om dat te gaan doen. En dat komt vast terug in jouw presentatie die je vanavond gaat geven ter ere van die geweldige prestatie van jouw grootvader Koen de Koning. Ik vraag me eigenlijk wel af waarom die man geen standbeeld heeft gekregen in onze stad Arnhem. Misschien moeten we daar nog eens wat aan gaan doen. Maar in elk geval, voor nu wens ik jullie een hele fijne avond. We zitten al helemaal in de winterse Elfstedensferen. Dus ook dat komt helemaal goed. En geniet ervan met elkaar. Jij, Koen, je vrouw en de rest van de bezoekers daar in de historische herberg. Ik vind het erg jammer dat ik er niet bij kan zijn. Fijne avond. Die sport in zijn portefeuille heeft. En ik moet zeggen, en dat meen ik vanuit de grond van mijn hart, wat ik vandaag gezien heb,
wat de gemeente Arnhem kan presteren op het gebied van sport. En vooral voor kinderen en als directeur van een basisschool kan ik dat alleen maar onderschrijven. Geweldig. En hou dat gewoon vooral in ere, want dat is gewoon heel belangrijk. Dus ook mag dat zeker aan de wethouder worden overgebracht. Maar ik weet zeker dat ik nog wel zijn e-mailadres te pakken krijg waarin ik persoonlijk nog zeker zal bedanken. Ook in ieder geval bedankt. En ja, gewoon geweldig. Ik vind het fantastisch. Nou, een echte bekoning. Maar dat hij in het onderwijs zat, daar had ik al zo'n vermoeden van. Dan zijn we collega's, die lullen erop los, dat is heel erg slecht. Goed, we zijn er doorheen. Het is jammer, maar helaas.